met koffie bezig, ook voor twee. Maar ik wens jullie ook weer een welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenbol. Hé, Eowyn. Niks aan een meisje. Nee, ja. Ja, lieve vrienden, het is al laat en het is, we leven vandaag op zaterdag 3 september en het is 2:15. Ik ben met koffie bezig, ook voor twee, maar ik wens jullie ook weer een welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenbol. Waarom ik zo laat ben? Nou ja, Rijka was niet in orde, ik ben nog steeds niet in orde, maar dat kan de pret allemaal niet boeien. Het is hier grijs, grauw en triest weer, ik weet niet of dat bij jullie ook zo is. Het is in huis ook donker weer. Het is gewoon niet fijn. En ik heb weer een visite. Een hele lieve schat. Ja, ja. Onze Mario. Ja, ja. Hi Mario. Hoi. Goedemiddag. Hoe is het? Ja, goed. Mooi zo. Dat gaat goed, zegt ze. Met haar is beter dan met mij. Nee. Lekker gewandeld. Lekker gewandeld. Ja. We gaan zo met Rijka lekker wandelen na een bakje koffie. Dus, komt allemaal goed? Komt goed. Ja. Ja hoor. Dus ik zou zeggen, tot later. Doei. Ja, lieve vrienden, een drukke middag. Ja, jullie weten dat Mario op bezoek was. Toen kreeg ik telefoon van mijn surrogaat, zo'n Mitchell die helemaal in Ierland woont. Telefoon via WhatsApp, hè, dat kost niks. Nee. Toen ging ik de huistelefoon, dat was Karin. Nou, die heeft mij weer opgehangen, want het werd een beetje te druk van het goeie. Ik zou voor de computer gaan zitten om eigenlijk te gaan renderen. Ik zal te komen. Nou, er kwam er alweer eentje binnen lopen. Mijn achterbuurvrouwtje. Ja, en ik zie Kandalf hier zitten. Die zit voor het hek. Je ziet van alles en nog wat. Kijken of hij binnen wilt komen. Zo'n eten staat nog boven, moet ik ook nog ophalen. Hoi kereltje. Hoi. Kandalfie. Hoi man. En dat zonder eten binnenkomen, tjonge, hoe doen we dat? Dan blijf je ook gelijk binnen, want het wordt ook heel vroeg donker, denk ik. Met dat hele donkere weer. En hier boven nog de magnetron. Echt eeuw in te slapen. En allemaal hele kleine witte korreltjes. Ik denk dat huidschilfers zijn van eeuw in. Ik blijf hier aan het schoonmaken, het is één vies troep. Maar ja, kan er ook niks aan doen. Ik ben nog nergens toegekomen vandaag en ik heb er ook geen zin in vandaag. Nee, helemaal geen zin in. Je bent nat, het regent, het is vies, het is baar, het miezert, baar, baar, baar. Nee, ik heb nergens geen zin in en het is hier in de kamer al behoorlijk donker, zoals jullie al licht wel zien. Dan gaan we eerst eens even kijken of die aan wil. Ja, die wil aan. Mooi, nou de rest moet nog, maar dat vind ik nog weer. Het is zeker deze keer. Ik werk hoek voor hoek. Nou is deze was het donkerste. Ga ik straks daar naartoe, dan wordt het daar donker en de televisie. En ik weet niet eens hoe laat het is. Het is nog maar vroeg. Ik heb nog wel even een film in elkaar gezet. Ja. En dan straks het eten zorgen. Ik weet ook niet wat ik ga eten. Ik weet niet. Niks. Ik heb worstjes uit de vriezer gehaald. Die eigenlijk op de barbecue behoort te leggen. Even kijken. Denk je er even een kerel? Hop. Die snap. Dat zijn deze worstjes. Ja, die kun je op de barbecue leggen. Maar, die kun je ook gewoon bakken. Ja hoor. Lekker. Ik denk dat ik er gewoon patat erbij doe of zo. Ja, ik heb helemaal mama. Ik ben ook niet lekker. Pijn in mijn hoofd tot de met. Maar ja, ik heb dagelijks hoofdpijn. Dus ik weet ermee te dealen. En ik ga er gewoon vrolijk mee door. Maar het is nou zo vurige hoofdpijn.
En dan is het ook nog van dat donkere weer en de lucht is voor mij scherp, dus ja, mijn ogen branden mijn hoofd uit. Dus, maar oké, maakt niet uit, ik ga gewoon lekker aan de slag en kijken wat ik doen kan en wat ik niet doen kan. Nou ja, we zien wel, ja. Maar ik wens jullie in ieder geval een fijne namiddag. En ik zou zeggen, smakelijk eten, bon appetit en pretjes en weet ik veel wat allemaal nog meer. Geniet ervan met wat jullie doen. Dat doe ik ook. En ik spreek jullie later wel weer. Ik zou zeggen, tot dan. Doei! Nou, Kandalfie, wat ben je allemaal aan het doen dan? Jij gaat poetsen. Het is weer vies weer, hè? Ja, er is niks aan, hè. Hé, Ewin? Niks aan een meisje. Ja. Er is niks aan. Hé? Wat? Had je ook wat te zeggen? Hé, had je ook wat te zeggen? Wat voor dikke, ja. Die smerig rot weer, hè? Ja, en waar is Rijka? Gaan we op Rijka jacht? Waar is Rijka? Waar is Rijka? Ja! En daar is ons meisje. Hi, kind. Ja, vies rot weer het meisje. Ja, niks aan. Lamp is ook aan. Ja. Hak niet in de gaten. Maar ja, is ook maar goed, want het is in huis al aardig donker. Dus kijk, en dat heeft Rijka gedaan. Even een doosje kapot gemaakt wat koekjes, van die kleine koekjes in zaten. Nou ja, het ligt zoveel op de grond. Maakt niet uit. Ruim we straks weer op en dan is het weer weg. Ja. En hoe laat leven we? Bam. Is dat te zien? Ik denk het niet. Maar nu wel. Ja. Klopt helemaal. Klopt helemaal. Klopt helemaal. Nou, en er is weer... Hup. Die kan ik straks weer naar YouTube brengen. En dan is dat ook weer ready. Hij is al bijna klaar. Gelijk het zonnetje erbij van het lampje. Ach, nee, ik kan de pret niet drukken. Moet toch ergens een zonnetje schijnen, hè? Kandalfie? Ja, nou. Vrouwtje zal straks naar boven even je bakje halen. Die staat naar boven. Hé? Ja. Dan is weer etenstijd. Of niet dan? Ja, lieve vrienden. Ik hou me eventjes zomaar eventjes gericht op de dierenbende. Ik heb een nagel van een Kandalf tussen mijn, hoe moet ik dat laten zien? Even hier weer terug naartoe. Een nageltje van een Kandalf, omdat die er net bij mij op schoot zat. Dus ja, die kan ook weg. En dan gaan we afsluiten, hè, Kandalf? Ja, nou gaan we afsluiten. Ja, we zeggen een fijne avond allemaal. Kusjes van ons, groetjes van ons. En voor later, wel rusten, slaap lekker met mooie dromen. En Rijka, morgen weer gezond uit bed zien te komen, hè? Jo, of niet dan? Rijka prinsin, die denkt ook, het is bagger weer. Bah, vies. Nu moeten we er ook straks nog weer doorheen, hè. Maar ja, we hoeven niet zo vroeg, want we waren vandaag ook wat laat, hè. Dat kunnen we straks ook wat laat. Ja. Misschien is het dan wel weer droog. Je weet maar nooit. En die wil eruit, maar die gaat er niet uit, want het is bijna donker. Ja,
En dan kom je er niet meer uit. Nee. Dus ja, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie avond. En tot morgen maar weer. Ik zou zeggen, tot dan. Doei doei.